Nederland stond vandaag in rep en roer. Niet alleen vieren de Nederlanders vandaag Koninginnedag, Willem-Alexander is vandaag ook tot koning gekroond. Wij trokken naar Maastricht en dompelden ons onder in oranje gekte. Zojuist toen we ze op het balkon zagen, hadden we allemaal een beetje tranen in onze ogen. Dus het is heel symbolisch allemaal. Ik denk dat dat vooral hun rol is. Het is een beetje onwennig, want we hebben heel lang een koningin gehad en nu een koning erbij. Dus ik denk dat de meeste mensen daar een beetje aan moeten wennen, zeg maar. Maar het is natuurlijk, ze heeft heel lang de troon gehad en ze verdient het om een beetje rustiger aan te doen, denk ik. Hallo papa. Ja. Ja, ik zit wel in België op school, maar ja, ik kom wel Koninginnedag elk jaar vieren, want ja, ik ben Nederlander in hart en nier eigenlijk. Ja. Voor mij is het een leuke dag en ik vind het ook leuk om op de rommelmarkt te staan met mijn vriendinnetjes erbij. Maar wat weten de Nederlandse jongeren nu eigenlijk van ons koningshuis? Tot de koning, tot koning Alva, dat weet ik echt niet. Koningin Paola niet? Nee, natuurlijk. Koningin Paola niet? Was het niet? Ja, zie je. En Mathilde, en dat is het. En dat is het. Ken je Prins Laurent? Ja, is dat niet de man van Mathilde? Nee. Nee. Prins Philip, zijn vrouw is prinses Mathilde. Oh ja, ik vind het een beetje ingewikkeld in België.